Ik heb een meisje in de klas waarvan een moeder op dit moment ziek is. Had een hele zware periode net toen wij begonnen met het onderwijs in de lockdown. Het raakt me wel inderdaad als je ziet, juist in zo'n periode, ouders ook nog dingen moeten doen waar ze eigenlijk op dat moment de energie niet voor hebben. Echt te zien wat er in gezinnen gebeurt en waar we kinderen kunnen helpen en kunnen faciliteren om deze periode zo goed mogelijk door te komen. De echte achterstanden die we zo direct in te halen hebben, dat zijn de achterstanden die kinderen hebben opgelopen omdat ze niet hier zijn geweest, omdat ze niet samen hebben gespeeld, omdat ze minder structuur hebben aangeboden en in sommige gevallen zelfs omdat ze thuis niet helemaal veilig waren. Wat voor ons helpend is op school is dat we zeggen, nou, wij moeten de kinderen zien, horen, letterlijk contact hebben en dat is het belangrijkste.